Ja, de Volkswagen Golf GTI Clubsport, de Honda Civic Type R en de Ford Focus RS. Drie van de wat ons betreft allerlekkerste hete hatchbacks van het moment. We gaan er alleen niet mee doen wat je van ons verwacht, want de komende twee dagen zijn deze drie auto's live in actie te zien tijdens het tofste auto-evenement van Nederland. Het mag duidelijk zijn, we zijn in Ahoy Rotterdam en dit is de plek waar komend weekend twee dagen lang 100% tuning weer losbarst. Het ziet er nu nog niet uit natuurlijk, dit wordt de Autoweek stand, de profielen liggen nu nog op de grond. Maar hier komen straks de drie auto's te staan en daar gaan we ook heel wat spektakel mee beleven hier op de beurs in de Autoweek Action Arena. Dat ga ik je straks ook even laten zien en voor de rest gaan we even kijken waar je je op kunt verheugen dit weekend. Ze zijn niet nieuw, maar er kan nog heel wat profiel vanaf. En dat gaat hier natuurlijk gebeuren in de traditionele Autoweek Action Arena. Hoewel, traditioneel, vorig jaar of de afgelopen jaren was het natuurlijk buiten. Maar daar zijn ze Ahoy aan het verbouwen. Dus nu hebben we een massale hal waar het Nankang Drift Team hier zijn kunsten gaat vertonen. En wij ook in actie komen met de drie auto's. En al deze bandjes gaan als het goed is naar de knoppen. En dat willen we zien natuurlijk. Michel, kunnen we al? Straks pas? Oké, straks pas. Het is toch mooi, de spanning begint een beetje te stijgen hier. De woofers zijn al aan het pompen en de eerste mensen komen ook al binnen. Dit is een delegatie uit het Verenigd Koninkrijk. Eens even vragen waarmee we van doen hebben. Hallo, sir. Hallo. How are you? Nice to meet you. Likewise. What have you brought to 100% tuning? We bought these three cars. We're obviously from Zenon's UK. And we come to this show every year. Okay. And we bring along our show cars. You've got an A5 convertible. S5 convertible. S5, sorry. Wide arch. A7 wide arch. And the A6 base under development. We need to convince the viewers at home why they need to come to 100% tuning in Ahoy Rotterdam. What is your answer to that question? Look at it. It's amazing. The Dutch people actually understand what genuine car love is. Of course they do. Yes. 100%, 100% tuning. Een Lincoln Town Car met zijn bibs in de lucht aan de ene kant en een El Camino met zijn neus in de lucht aan de andere kant. Dat kan maar één ding betekenen. Natuurlijk zijn dit jaar ook weer de lowriders en de hoppers aanwezig. En hier wordt een auto al vet gepoetst. Hey man, ja, wie ben jij? Mike. Mike, jij staat hier je Impala al helemaal in showroom staat te poetsen. Ja. Jij bent onderdeel van de show morgen. Wat gaan jullie precies doen? We gaan een meter hoog springen en op drie wielen rondjes rijden. Want wat heb je eraan gedaan, even heel kort, om deze auto te kunnen laten springen? Heel erg verstevigd en 10 accu's achterin. Doe even een oproepje in de camera. Kom allemaal kijken naar de lowrider show. Dit zijn dan de grote helden van het Nankang Drift Team. Gerard Dol, Michel Ditmars en Tommy Dol. Te gek jongens. Zijn jullie er klaar voor? Wij zijn er helemaal klaar voor. Ja? Klaar om een feestje te maken. Ja, echt wel. Gerard, jij vertelde net, het is heel anders dit jaar dan vorig jaar. Vorig jaar reden we buiten, dit jaar reden we binnen. Wat is er zo anders aan dan?
Hoofdzakelijk de ondergrond. En buiten heb je natuurlijk zeg maar, gewoon echt ruw asfalt. Ja. En dit is afgeflinderd beton waar een coatinglaag overheen zit. Dus het is voor ons heel moeilijk om grip te krijgen op de voorwielen. En daarna is het heel moeilijk om echt een hele dikke rookwolk neer te leggen. Want de vloer is gewoon te hard. Want jullie gaan met 6 auto's over de vloer heen hier. Hè? En je vertelde me net dat je echt zo technisch mogelijk gaat rijden. Klopt dat? Ja, we proberen zo technisch mogelijk zeg maar, bij elkaar te rijden. En dat de rijders op elkaar ingespeeld zijn. En het is, zeg maar, als het goed is, zeg maar, kan de achterste rijder kan eigenlijk zien zeg maar, wat de voorste rijder gaat doen. Hey Mirso, jij gaat dit jaar ook nog iets heel tofs doen, hè? Want jij zit achter het stuur van deze M5. Ja, klopt. Ik rijd dit jaar de driftaxi voor Nankang. Dus iedereen kan een kaartje kopen en die kan met mij instappen en zelf ervaren hoe het is om te driften. Ik zag jij net een beetje oefenen. Hoe is het om de M5 hier op die gladde plaat rond te gooien? Ja, het is even wennen. Ik had er nog niet eerder in gereden, maar het is een fijne auto. We gaan er wat leuks van maken. En dan hier de kleine grote man. Jij bent pas 16, hè Tom? Ja, klopt. En dan ga jij gewoon met... Je hebt een E36 klaargemaakt voor dit jaar, zag ik? Ja, klopt. Dit jaar mijn eigen auto. Dan krijg jij 10 seconden in die camera. En mag jij iedereen in Nederland uitnodigen om morgen of overmorgen naar 100% Tuning te komen. Waarom moeten ze komen? Ze moeten komen omdat 1, het is een spektakel. 2, je kan zelf meerijden. 3, er zijn te gekke auto's hier te zien. Alles wat je wil, kan eigenlijk in principe wel. Hij haalt me de woorden uit de mond. Ik zweer het je jongens, kom morgen, zaterdag dus en zondag naar 100% Tuning in Ahoy. Volop spektakel in de hallen en natuurlijk hier in de Autoweek Action Arena. Wij zijn er zelf ook. Deze mannen zullen het onvergetelijk maken. Graag tot hier.